Het is tijd om voor schoenen te gaan shoppen. Niet omdat ik ze niet nodig heb. Dat is het hele punt. Ik heb dus laatst mijn chunky sneakers in de was gegooid. Achterkant, dus aan mijn kant van mijn hiel, is helemaal verhard. Echt heel erg dom. Dus ik heb geen witte chunky sneakers meer. En daardoor kloppen mijn outfits niet meer. Ja, ik weet het. Echt first world problems. One eternity later. Ik heb er een nieuwe plant voor mijn balkon. Ik hoop toch zo dat mijn hele balkon een soort van vlinder- en bijenparadijs hoort. Ik vond deze dus bij de Praxis voor 12 euro. Nou, ik vind hem helemaal prachtig en hij past heel goed bij mijn andere planten. Hij staat een beetje droog en er zitten een paar dode bloemen in. Maar dat maakt niet uit, die halen we er even uit. Beetje water en dan gaat hij eventjes op mijn balkon. Ik heb een samenwerking met Xenos. Xenos, je hoort het goed. Ik ga binnenkort mijn recept voor Mexicaans eten delen. En daarvoor mocht ik dus wat dingen uitzoeken. Xenos heeft ieder jaar verschillende wereldkeukens die ze uitlichten in hun folder. En ze hebben mij dus via TikTok gevonden en benaderd of ik een recept wilde delen. Daar gaan we nog van alles over delen, maar even om te laten zien. Ik dacht niet alleen maar qua eten, maar ook qua sfeer. Deze olie is echt super lekker. Knoflook met chili erin. Als je een beetje zo schudt, kijk. Zie je al die chili vlokjes ook. Black bean, jalapeno peper, taco, multigrain, oftewel volkoren tortillas, jalapeno hot sauce, garitos. Dan voor de aankleding. Die garitos, ik heb daar glazen rietjes voor besteld. Ik heb zelf al stalen rietjes of ijzer. Nee, staal is dat volgens mij of metaal. I don't know. Er zit dus ook een borsteltje bij. Dan kun je zo in die rietjes om ze schoon te maken. Bordje om de tacos op te serveren. Het zijn drie dezelfde. De tapas schaaltjes voor de jalapeno's, koriander, dat soort dingetjes. Bol voor de guacamole, die ik natuurlijk zelf ga maken, vers. Grote bol voor mijn chili con carne in te serveren. Twee leuke plates voor de quesadillas op te serveren en natuurlijk mijn eigen bordje op te maken. Deze leuke bamboe lepeltjes om te serveren. Onderzetter. Beetje in de Mexicaanse stijl. Placemat. En ik dacht dat deze groot was, maar dit is gewoon een mini onderzetter. Dus nou ja, goed, daar kan ik even van de garitas op zetten. Ik ben dus mega excited hiervoor. Want toen ik begon met vloggen hier op YouTube, had ik zeg maar een paar bedrijven in gedachten. Waarvan ik dacht, oh my god, als ik daar ooit mee kan samenwerken. Dus dit is echt een droom die uitkomt. En het grappige is dat ik toen dacht, nou ja, op een gegeven moment gebeuren die dingen misschien via YouTube of zo. En, sorry, zijn hier vuurwerk aan het afsteken? En dat ze mij via TikTok gevonden hebben. Ja, dat vind ik gewoon onwijs leuk. In tegenstelling tot wat ik wel eens zeg hier, deel ik op TikTok ook best wel vaak kookvideo's. Dus niet alleen maar noodles eten. Ik dacht dat zij zei dat dat ook was hoe ze mij gevonden had. Anyway, ik heb nog wat leuks om te delen. Maar dat ga je zo meteen zien, want ik ga eerst even deze troep opruimen. Dit staat echt al een goede week of zo hier zo. Totdat ik een moment vond om het even met jullie te delen. Maar ik wou in ieder geval even zeggen dat ik, ja, mega excited en dankbaar ben dat ik gewoon met Xenos mag samenwerken. En in de folder kom. Maar daarover later weer. A little longer than a few minutes later. Ik had eerder in deze vlog dat ik nog iets wilde delen. En dat is, hou je vast, ik heb een samenwerking met HelloFresh. Serieus, wat gebeurt mij? Wat overkomt mij? Wie ben ik? Het is eigenlijk via TikTok, maar ik wilde toch ook hier dingetjes blijven delen. En ik ga natuurlijk niet de kortingscode die ik heb gehad alleen maar voor mensen op TikTok gebruiken. Dus hieronder in het beeld zal ik zo meteen even de code zetten en ook in de beschrijving. Als je denkt van, hey, ik wil ook een keer HelloFresh uitproberen, dan kan dat. Wat staat er op het menu? Dat is natuurlijk de vraag. Ik ga zo meteen de vegetarische burger op Italiaanse wijze maken. Ik heb ook gekozen voor de
Turkse pide met runder met guef. Zalmfilet met Aziatische stijl aardappelsalade. En ik heb de tostada met gekruid kip gehakt en cheddar. Curry noedelsoep met kokosmelk. Ja, ik heb hier keiveel zin in. Als je terugkijkt naar eerdere vlogs van mij, ik heb vaker HelloFresh geprobeerd, maar dan gewoon zelf betaald. Nu heb ik dus een box gekregen. Ik ben een beetje zo'n af- en aangebruiker, maar het concept heeft me wel altijd aangestaan. Zeker afgelopen week, als je mijn vorige vlog ziet, hoe vaak dat ik buiten de deur was. I wish dat ik afgelopen week HelloFresh had, ja. Dus we gaan lekker koken. Gezellig. Oké, komen jullie mee? One eternity later. Ik moet zeggen, ja, ik zit hier heel gezellig in mijn vensterbank te eten. Wasrekje naast me. Dan lopen er ook echt allemaal mensen voorbij die dan gaan zitten kijken, weet je wel. Maar, 10 out of 10 voor deze tostada. Ik heb wel nog wat jalapeno's toegevoegd. En of course, heet saus. Heerlijk. Ik had het niet verwacht, dat zeg ik eerlijk. Dat is wel het leuke. Bij HelloFresh krijg je wel recepten of kun je recepten uitkiezen. Waar je niet zo vaak zelf op zou komen. En niet dat dit hogere wiskunde is, maar ik vind het wel lekker een combinatie zo. Zo vaak eet ik in ieder geval geen kip gehakt. The next day. Ik zit net aan mijn ontbijt. Broodje prepare gemaakt. Spicy prepare moet ik zeggen. Ik heb van die fases dat ik iets heel lekker vind. Vandaag is de dag dat ik voor Xenos ga filmen. Yay! Ik moet een paar TikTok video's gaan opnemen. Eerst even lekker ontbijten. One eternity later. Oh my god, oh my god, oh my god. I can't. Ik stond op een punt om een video voor Xenos te gaan filmen. Zie ik net dat Napoleon mijn video heeft gepost. Ja, ik kon het nog niet vertellen. U kijkt naar het gezicht van Napoleon snoepjes op TikTok. En we hebben een taste test gedaan en die is net online gezet. Dus ik ga helemaal stuk hoe ze dit geëdit hebben. Of course ga ik hem even voor jullie inserten hier. En ja, kijk maar gewoon even. Zo vet! Welkom bij de Kogel Taste Test, waarin we verschillende smaken gaan proberen. En ik ga raden welke smaak dat het is. Napoleon! Ik hoor wel wat. Iets met kers, framboos. Zoet met sinaasappel. Ik blijf bij het zoete. Hij is roze, hè? Ja, ik denk iets met kers. Echt? Oh my god! Napoleon! Zwart-wit! Ja! Woo! Napoleon! Is dit dezelfde? Sinaasappel. Hè? Dat is zoet. Mandarijn? Nou, meloen? Ja. Echt? Oh my god! A little longer than a few minutes later. Oké, welkom bij het leven van een TikToker. Maar goed dat ik zo creatief ben, want hoe moet je anders een set bouwen? Dit wordt zo meteen mijn tafel. Kunnen jullie het zien zo? Ik heb hier gewoon een deken overheen gelegd op een wasrekje en een marmeren snijplank. En nou wil ik heel even mijn setup bepalen met wat bloemen erbij. De schaaltjes alvast positioneren om te kijken of dat een beetje mooi beeldmateriaal gaat worden. Maar waarschijnlijk ga ik hem trouwens tegen het raam aanzetten. Wacht even. Want daar is meer licht. Gisteren heel mijn huis omgegooid. En nu ben ik wel blij ermee, want zo heb ik meer ruimte. Oh my god. Even kijken hoor. Bram die denkt, wat zijn we nou aan het doen? Kijk, dit zorgt wel voor meer, voor meer licht. Ik heb hier bijvoorbeeld een bakje. Dit is blauw terracotta. Er zitten jalapeno's in. En ik wil een beetje een mix maken van verschillende kleuren, zeg maar. Even zorgen dat er geen haartjes op zitten en zo. Ik heb ook nog wat bloemen. Die kan ik er ook weer leuk tussen leggen. Beetje leuk, beetje kleur. Paradijsvogels, die zijn bijna uitgebloeid. Dit is nou even nu. We gaan natuurlijk dadelijk van bovenaf fotograferen. Hieronder ligt die marmeren plaat, want ik heb ook nog twee
glazen flesjes met drinken. Die moeten hierop. Maar, kut. Moet ik ze wel plat leggen? Dat is balen. Ik ga natuurlijk van bovenaf fotograferen. Dus het is niet logisch om dit dan... Ja, wel. Nou ja, we gaan wel even kijken. Oké, nu nog even de laatste dingetjes doen. Ik heb hier mijn... Tadaa! Chili con carne. Dan ga ik zo nog even guacamole maken. Ik ga nog even mango snijden. En ja, dan verder de setup aankleden. Ik heb geen idee. Het is de eerste keer dat ik dit doe. Ik vind het wel heel leuk. De setup is bijna klaar. Ik heb even één quesadilla over. Nu past er niet meer een bakje. Ik ben zo benieuwd wat mensen hiervan gaan vinden. Het enige dat ik nou nog even hoef te doen... Mijn telefoon viel dus in de guacamole. Is een beetje opmaken. Ik heb hier wat pepertjes. Is misschien wel leuk. Oh my god, ik ben echt trots. Tada! Toch twijfel ik of ik niet het tegen de muur achter me moet schuiven. Dat we een beetje diepte hebben. Maar ik weet niet hoe het licht is. Zo ver. Kijk. Met dus te proberen.